Als je 100 jaar wordt, dan verdien je een gigantisch feest. En heel veel cadeaus. Voor dat laatste hebben wij al gezorgd. Want in het geval van Spa-Francorchamps kon je onze classic al kopen in de betere dagbladhandel. Of je komt hier in het grootste feestpaleis voor auto's ter wereld. Of toch van ons land, alleszins in Autobild, want ze hebben hem ook nog in hun shop. En Autobild heeft zelfs nog een apart cadeautje voorzien. Want uiteraard voor die 100 jaar kan je maar op één manier vieren. En dat is met een eigen expo. Dus zijn we vandaag hier weer in Autoworld. En als we Autoworld zeggen, zoals gewoonlijk, dan zeggen we daar altijd in één en dezelfde adem Leo bij, want de conservator van dienst die is hier weer. Dag Leo. Dag, en jij hebt weer heel wat moois voor ons in petto. Je hebt weer wat verzameld van die 100 jaar Spa-Francorchamps. En we stoppen hier al onmiddellijk bij de... Niet de ouderdomsdeken, hè? Nee, maar de oudste winnaar die we op de tentoonstelling hebben... is deze Aston Martin Spa Special van 1948. Die won een wedstrijd die eigenlijk uit twee soorten van auto's bestond. Namelijk heel grote, zware, vooroorlogse auto's. En een heel palet 2 liters van, die dus nieuw waren. En dit is een Aston Martin 2 liter. Oké. Die... als een klokje gedraaid heeft en die 24 uren uitgereden heeft zonder problemen. En dus de winnaar was Horsfall en Johnson, twee Britse piloten. Dat heeft voor als gevolg gehad ook dat in Groot-Brittannië in één keer het circuit van Francorchamps in de belangstelling kwam. Ah, dus daar heeft het eigenlijk zijn internationale carrière is echt begonnen. Voor een groot deel, ja. In 48. In 1948. Ja. Maar ja, bon, dat is niet het enige wat je hebt verzameld, want je hebt echt wel je best gedaan. Hier staan een hele hoop... Wij doen altijd ons best, ja, hè? Uiteraard, uiteraard. Maar ik denk, maar... voor die 100 jaar, Leo, je hebt echt je beste beentje voorgezet, want ik heb hier een gigantische collectie al gezien. Er staan heel veel touringwagens. Ja, dus we hebben een hommage aan de 24 uren uiteraard gemaakt, met vooral auto's uit de jaren 70 en 80. De Mazdatjes van die 71. Zou je dat echt omschrijven als de hoogtaren dan? De jaren 80, 90? Dat zou ik niet durven zeggen. Het leuke was natuurlijk in die jaren dat de auto's herkenbaar waren. Ja. En dat de mensen die auto's konden betalen. Ook dat al is... waren ze niet geprepareerd. Ja. Maar nu met die sportwagens is dat een klein beetje elitair. En, inderdaad. En, misschien minder aantrekkelijk voor het grote publiek. Het is eigenlijk... we stappen nu specifiek naar dit hoekje, want eigenlijk een van de grote trekkers is geen auto, niet per se, maar dat is deze gigantische foto, of deze gigantische foto's. Twee foto's, ja. Dus de onderste foto is de start van de grote prijs in 1955. Een wereldberoemde foto van de grote fotograaf André van Bever, die een foto maakte, heel ongewoon, vlak voor de start, aan de achterkant van de startgrid. En het grappige is, ik heb een paar jaar geleden, vond ik de foto die erboven hangt. En dat is de foto die gemaakt is, misschien 20 seconden na de start, waar je ziet dat de Mercedes W196 van Fangio reeds aan de leiding rijdt voor Castellotti met de Lancia D50, die nogthans de polepositie had. En dat er al eentje in pannen staat ook helemaal van achter. En boven stond een Maserati die niet wou starten, maar die dan toch vertrokken is en ook de aankomst mee heeft gehaald. Okay. Maar bon, dus een leuke foto. Ja, dat is dan de Formule 1, terug naar de touringwagens, want ja, het is echt een allegaartje van zoals je zegt, herkenbare auto's. Ook van mijn jeugd zitten er een aantal dingen tussen. Maar er zitten ook wel, moet ik zeggen, een aantal heel specialetjes tussen. Ja. Helemaal op laatste. Maar wat is nu, als jij één favoriet mag kiezen? Mijn favoriet is deze Ford Capri uit 1971. Die won, die versloeg de Mercedes, de Rote Sau noemen ze die. Ja, ja, ja. De Mercedes 300 SEL AMG met een 6,9 liter. Die was een 3 liter, 6-cilinder. Die dus de 24 uur van 1971, exact 50 jaar geleden, heeft gewonnen. Wel ja, kijk, elk zijn favoriet, dus dan gaan we nu naar de mijne. En
de enige reden is omdat het de meest bizar is van gans de collectie die je bij elkaar hebt gekregen. Hè? Want ja, de Capri's en de vijfreeksen en de Audi 100's, ja oké, okay, RX-7. Dat zijn wagens waarvan je wel kan verwachten dat die meedoen in touringkampioenschappen. Maar een Peugeot 806, Leo? Ja, maar dat was natuurlijk een stunt van Pascal Wittmeur, die er wel meer gedaan heeft. En die ook op gebied van marketing zijn mannetje stond. Het is wel geniaal, hè? Het is geweldig. Je moet weten, er zit een geprepareerde Peugeot 405 onder, ja, waarmee dat ze touringkampioenschap reden. Maar voor de gelegenheid hebben ze er dan de kas van een 806 opgezet. En dat is natuurlijk het heel cool, leuk. Ja, en ik zei het is... Allez, ik was uiteraard al geboren, maar ik volgde de autosport op dat moment nog niet. Het coolste zal nu natuurlijk zijn, Leo, dat je aan toevoegt dat hij ook gewonnen heeft. Jammer genoeg niet. Ah. He, er waren wel fameuze piloten, Eric Bachelaar, Philippe Verelle en Pascal Wittmeur zelf. Ze zijn, geloof ik, tot het 14e uur geraakt en dan hebben ze moeten opgeven met jammer. Problemen. En ze hebben het maar één keer geprobeerd. Maar bon. Ja. Er werd over gesproken en iedereen had het gezien, ja, en dat was het plan. Zal wel, want ja, ik zie daarnaast wel een Peugeot die dan wel het einde heeft gehaald en het zelfs Goed heeft gedaan. Twee keren. Dat is de Peugeot 306, die zowel in 1999 als in 2000 de 24 uur gewonnen heeft. Het is ook de laatste herkenbare toerismewagen die de 24 uur, want vanaf 2001 is men dan overgeschakeld op de sportwagens die flink geprepareerd waren en die niet meer voor iedereen zijn beurs zijn. Ja. Ik volg je volledig. Nu goed, dat heb je me daarnet verteld. Dat is dat eigenlijk Spa-Francorchamps de allereerste wedstrijden dat dan niet waren niet gereden met auto's, maar hier met motto's. Wel, het is zo. De allereerste wedstrijd in Francorchamps was bedoeld een wedstrijd voor motoren en een wedstrijd voor auto's. Maar er is maar één auto komen opdagen. Dus noodgedwongen hebben de eerste wedstrijden op circuit waren voor motto's. En vanaf 1922 zijn er dan wel meer als één auto komen opdagen. Gelukkig. En hebben ze, ik denk, de eerste grote wedstrijd was een wedstrijd van 6 uur. Ik geloof dat er 12 deelnemers waren, als ik mij goed herinner. Ja. Opvallend, ik zie allemaal Belgische vlagjes. Ja. Dus dat zijn allemaal Belgische deelnemers? Of? Nee. Maar dus we hebben hier twee gilets van voor de oorlog. Gilet was motorenbouwer uit het Luikse. Ja. En we hebben hier een Honda van Dolda. En Dolda is de preparateur die al van in de jaren 70 aan het werk is in Moerzeke bij Dendermonde. En die dus zeker in de superbikes enorm veel successen bij elkaar heeft gereden. En deze motto die heeft de 24 uur voor motoren in Francorchamps van 1979 gewonnen. Oké, dus, mooi, knap. Ja. Gesproken over Belgische overwinningen. Ja. Mogen we zeggen dat dat misschien toch wel het pronkstuk is van de collectie? Voor de mensen thuis, we gaan nu naar de sectie waar iedereen Spa-Francorchamps van de huidige generatie Spa-Francorchamps voor kent. Dat is namelijk de Formule 1. Ja. Je hebt er ook een aantal verzameld, maar er zit een zeer speciaal exemplaar bij, namelijk dat van onze eigen, Thierry Boutsen. Van Thierry Boutsen, ja. We hebben er zelf twee van Thierry Boutsen. Ah, oké. Okay. We hebben een auto van 1995 en een auto van 96. Dus Boutsen reed voor Arrows vanaf 1983 in de Formule 1. Met deze auto heeft hij in 1986 een tiende plaats gehaald in Francorchamps. Ik denk dat dat het beste is dat hij gedaan heeft in de Formule 1. Op Francorchamps, uiteraard. Ja. Nauto heeft zelfs zijn handtekening. Ja, ik zie het. Ja. Zijn er winnaars bij van Formule 1? Want, hier zijn geen winnaars bij. Nee. Zijn er nog dingen? Want ja, we hebben nu de touringwagens gehad, de Formule 1. Maar ik zie daar zo nog wel een sectie staan. Ja, we hebben een paar autootjes die... Allee, we hebben een Fun Cup, bijvoorbeeld. We hebben een auto van de Le Mans-series. En we hebben ook nog een Belgisch product. Een Gilet Vertigo. Ah,
Ja. Dat is zeer interessant. Een Gillet die dus wel deel heeft genomen aan de 24 uren, ja. Tot 2 maal toe, maar die jammer genoeg nooit het einde heeft gehaald. Oké. Okay. Maar bon. Zeg, ja, om af te ronden, want er staat hier heel veel moois. Plus een stukje van een vernieuwd museum. De mensen hebben het misschien gezien op de achtergrond. Ja. De ramen zijn veranderd. Dat alleen al is de moeite om te komen kijken. Maar tot wanneer kunnen de mensen hier terecht voor de Spa-Expo? De tentoonstelling loopt tot 28 november. 28 november, dus dat is nog, dus nog vrij lang. Dus we hebben even de tijd, ja. Dus we kunnen de 100 jaar echt terdege vieren. Dus ja, Leo, alweer bedankt voor je tijd voor het samenstellen van die prachtige collectie. Jullie bedankt voor het kijken. En zoals gehoord, tot 28 november kunnen jullie hier terecht om samen met ons Francorchamps te vieren. Ik herinner nog eens aan onze Spa Classic Special die we zelf gemaakt hebben. Die ligt hier beneden in de shop nog te koop. En anders moet je maar eens op onze website kijken. Bedankt, tot de volgende. Dank u, dag.